Hoi, leuk dat jullie kijken. Vandaag een keer een video om met jullie de trends voor het voorjaar en de zomer door te nemen. Ik vertel jullie wat erin gaat komen op het gebied van make-up en natuurlijk haar. Voor degenen die wel vaker naar mijn video's kijken, dan hebben jullie vast mijn make-up look gezien die ik 2 weken terug heb geüpload. Daar gebruik ik de make-up van Lux, een nieuwe kleur. Ik heb hem nu ook op mijn oog. Het is de oranje kleur. Ik heb mijn arcadeboog wat donkerder gemaakt en dat is eigenlijk volgens de nieuwe trends niet meer nodig, want we gebruiken nu voortaan nog maar 1 kleur, 1 egale kleur over heel het oog heen. Ik moet daar nog aan wennen, dus ik ben continu nog schaduw aan het maken, maar misschien dat jullie dat wel helemaal top vinden. Kijk, hier zijn nieuwe tinten. En hier zie je ook een voorbeeldje. Dan zie je dus dat er paars op het oog zit. Het is allemaal wel 1 kleur oogschaduw, alleen hier en daar net wat dikker aangebracht. En je kunt ervoor kiezen om een nat kwastje te doen, dan wordt die ook net wat donkerder. En ik zal heel even de kleur laten zien die ik nu op mijn ogen heb. En dat is de kleur 501. Het lijkt net een beetje een girafje. Kijk, en hij wordt een beetje goud zoals je ziet. Maar de oranje lippen zie je ook wat meer terug. En dat zie je ook in de ogen. Dat lijkt heel erg op de oogschaduw die ik op heb. Het is een goudtint waar net wat meer oranje in zit. En dat is super als je blauw of groene ogen hebt. Want dan knallen die er meer uit. Dan worden je ogen feller. Dus dan is het absoluut een aanrader. En wat je ook veel meer ziet, hier heb ik hem ook. De lippenstiften zijn wat meer nu in de vorm van potloodjes. Je ziet meer merken die daarmee komen. Ze zijn wel verzorgd, maar vaak net wat droger, waardoor ze wat minder afgeven. Dus dat is wel fijn. En je kunt wat preciezer de contouren van je lippen volgen. Ik ga zo meteen met jullie nog even de haartrends doornemen. Want ik zag alweer wat hele gave plaatjes. Kijk, dit is de paarse look. Die is nog vrij neutraal, dus echt een beetje dat luchtigere voor de zomer. En dan heb je hier inderdaad dus met de oranje lip. En je ziet inderdaad dat ze weer een model gebruikt met blauwe ogen, dat het echt eruit knalt. Ik heb hier ook nog een look die is echt heel heftig. Dat moet je maar net durven. Dit is meer een uitgaanslook wat dat betreft. Heel erg donker aangezette schaduw met echt dat zilver erin. Wel heel gaaf, maar niet voor overdag vind ik. Vooral ook omdat die eyeliner onder echt mega dik is. Ik hou echt wel van eyeliner, maar dit is echt wel veel. Kijk, hier is een naturel look. Zie je, en dan zie je dat ze wel wat schaduw hebben gebruikt langs de zijkanten en net op de arcadeboog. En ik vond deze, even kijken, deze is ook wel leuk. Dan hebben ze net de oogschaduw en de eyeliner allemaal een beetje uitgevaagd. En dan wel weer met de oranje lippen. Dus dat is een beetje wat je veel gaat zien deze zomer. Je mag dus met die lippen echt wel wat knallender. En je ziet dat de ogen dan of een beetje bruin goud zijn. En als je een tint kiest, blauw, groen, paars, dan is het dus 1 tint. Dus we werken niet met allerlei kleurtjes. Ik vind het wel heel fijn, want ik heb dan nu het looksboekje erbij gepakt voor jullie. Daarin zie je echt alle trends op het gebied van mode en haar. En die heb je vaak in salons die dan ook looks verkopen. Kijk, en dan op de achterste bladzijde sta ik nog echt in een mini. Kijk of die scherp stelt, tuurlijk niet. Hier sta ik. Nou, echt mega groot, hè. Ik denk dat ik niet meer normaal over straat kan nu. Iedereen zal me vast herkennen. Dan even het haar. Wat je gaat zien bij kort haar is dat het eigenlijk op 2 manieren gesteld kan worden. Dus als je naar je werk gaat, moet het glad en netjes kunnen, of naar school dan. En als je vrij bent, moet het lekker een beetje wat warriger kunnen, wax erin, een beetje overeind. Dan wordt bijvoorbeeld je schuine lok wordt ineens een kuif. Dus dat zie je heel veel terug. Ze noemen het movability, oftewel bewegelijkheid. De mogelijkheid tot bewegen. Dus ja, dat moet je absoluut in gedachten houden. Dus als je naar je kaps gaat, kun je vragen om haar te laten inknippen of bijvoorbeeld snijden. Dan wordt je haar veel warriger en veel losser en kun je er wat meer mee. Als het gaat om kapsels voor lang haar, dan zie je heel veel van de golven erin. Ik zal nu even een foto ertussen plakken van de Bohemian look die ik een paar weken terug voor jullie heb gedaan. Dat is ook wat je heel veel gaat zien. Details van vlechtjes, dus niet heel je haar in de vlecht, maar net even om het uit je gezicht te halen bijvoorbeeld. En dan zie je de rest van het haar wat golvend. Dus niet meer elke krul op zijn plek. Gewoon lekker een beetje wat rommeliger, wat nonchalanter. Dat zie je ook bij deze look heel goed terug. Er zitten vlechten bovenin. Heel grof, zoals je ziet. En dan is de rest weer wat losser gehouden. Dus net een beetje alsof je er wat minder tijd aan hebt besteed eigenlijk. Kijk, en hier zie je dat ook. Dit is echt een beetje wat je dus heel veel gaat zien. Echt een beetje die beach look, lekker een beetje die golven in dat haar.
beetje dat losser. Dus wat dat betreft denk ik dat het alleen maar makkelijker voor ons wordt. Dat we niet meer met karma set elk krulletje op zijn plek hoeven te leggen. Maar dat we lekker wat losser mogen doen. Als het gaat om kleur, dan zie je wel een hele leuke variatie op de highlights die we normaal gesproken kennen. Mocht je nou normaal gesproken wat highlightjes bijvoorbeeld bovenin laten plaatsen, dan is het wel heel gaaf om nu een keer een folie bijvoorbeeld net boven je oor te laten plaatsen. Wat ze dan doen in bruin haar is die folie echt wat dikker opnemen en echt heel blond laten worden. Haar valt er niet per se op, maar op het moment dat je beweegt en je haar beweegt of je maakt er wat krul in, dan komt ineens die witte pluk er zo doorheen vallen. Dus dat is heel erg gaaf. Dan heb ik ook nog even uit de kapsalon het boek van L'Oréal even meegepikt met alle nieuwe trends en dingetjes erin. Ik zal jullie even wat dingen laten zien, want ook de mode die ze laten zien is echt wel heel gaaf. Zie je echt allemaal roze tintjes hier, maar wel allerlei verschillende tintjes. En dat zie je nu ook in het haar. Kijk, op de achterkant staat bijvoorbeeld iemand die heeft donkerroze in het haar en hier weer lichtroze. Kijk, hier zie je hem ook nog een beetje beter zonder tekst eroverheen. En je ziet dat ze hem hier onderin blond heeft en bovenin weer blond. Dus dit zit er ook onder. Dit doen ze eigenlijk met een föhn, doen ze het nu naar buiten laten wapperen. Maar eigenlijk zitten er dus hier vlakken. Dus mochten ze het nou naar voren stijlen, zou je het bijna niet zien. En dat is wel... Qua kapsels wat ik net zei, die movability, die laten ze ook weer in het L'Oréal boek zien. Je ziet hier bovenin beeld dat de lokken allemaal naar achter gedragen worden. En als je dan hier kijkt, zie je dat alles naar voren wordt gedragen. Dit zijn niet heel erg verschillende kapsels, afgezien van Miley Cyrus die het echt mega kort heeft aan de zijkant. Maar dit zijn allemaal een beetje dezelfde kapsels, maar dan zou je het voor het werk bij wijze van spreken of school een beetje naar voren kunnen doen. En als je hem uitgaat kun je er een kuif in doen en dan gooi je hem naar achter. Dus dat je echt een mogelijkheid hebt. Want kijk, ook deze, ik vond hem echt super gaaf. Als je durft, is dit echt een top kapsel. Zoals je ziet, want zij is blond, is de aanzet donker. Dat heb je wel nodig in kort haar. Anders wordt het allemaal te wit. Dan is het vanaf je hoofdhuid echt helemaal wit. Op deze manier hou je echt diepte in het haar. Deze vind ik echt super gaaf. Het is dat ik lang haar wil en dat anders mijn YouTube kanaal ophoudt als ik het zo kort knip. Maar ik vind hem wel echt super mooi. Dus mocht je durven, absoluut een aanrader. Kijk, deze is ook schitterend. Kijk, en hier laten ze eigenlijk zien, we zijn heel erg gewend dat het warme tinten moeten zijn. Dat het een diepe bruin moet zijn. Maar dit is bijna een bruin, ja, je kan het misschien niet zo zeggen, maar eigenlijk een bruin met een blond glans eroverheen. Het is een hele koele bruin tint, waardoor die geen rood of oranje reflecteert als het ware. Ik vind hem echt super mooi, ziet er heel chic uit. Kijk, hier ook nog een foto. En je ziet, er zitten wat highlightjes in. Maar die zitten weer niet bovenin. Dus die zijn bij haar oren geplaatst, zodat het door de onderkant mooi heen valt. Ja, ik vind dit echt super gaaf. Als je een beetje donkerblond bent of bruin, dan is het echt een kleur die gaaf is om te proberen. Hier, dit is dan een gedurfdere kleur. Ja, dit is echt een kleur voor kort haar. Dit zou ik niet zo snel aan lang haar doen, tenzij je de puntjes wat rood wil, dan zou het kunnen. Maar in boblijnen is het heel gaaf om natuurlijk de kleuren wat extremer te maken. Dus eigenlijk een beetje de dip dye die we vorig jaar ook zagen. Die komt nog steeds wel een beetje terug. Kijk, en even wat catwalkfoto's. Je ziet het dus, veel vlechten, lekker dat warrige erin. Zie je, en het zijn echt wel extreme haren. Echt een beetje wilder. Ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zien. Zie je, dus het is echt lekker een beetje nonchalanter allemaal. Deze look vind ik zelf heel gaaf. Hoe kan het ook anders natuurlijk? Ik ben echt verslaafd natuurlijk aan vlechten. Dit vind ik ook echt een hele gave blond tint. Want je ziet dat er net een tintje in zit. Ja, en dit is gewoon allemaal vlechten maken. En gewoon onder elkaar door draaien, tussen elkaar door knopen. Op die manier je haar vaststeken. Ja, echt heel erg gaaf. Dit kapsel is denk ik wel heel moeilijk te bereiken omdat het echt voor de foto is. Want waarschijnlijk aan de achterkant is het helemaal glad omdat alles naar voren is getrokken. Dat is wel jammer, want dan is het vaak aan de voorkant wel gaaf, maar aan de achterkant wat minder. Ik ga hier wel voor jullie even over nadenken. Mochten jullie dit leuk vinden, dan vind ik het fijn als jullie even een reactie plaatsen onder deze video. Dan ga ik kijken of ik daar een video van kan maken. Maar dan wil ik van jullie even weten of jullie dat leuk vinden en willen zien. Dit is wel een wat warmere tint, ook heel erg leuk. Er zit net wat meer koper in, maar niks extreems. Dus hij is heel natuurlijk. Ik zou bijna zeggen dat er een beetje rosé gloed overheen zit. Want als je naar haar blouse kijkt, lijkt het bijna dezelfde gloed wel.
Dus die is ook wel heel erg gaaf om te hebben als je bruin haar hebt. Dan krijg je net wat anders. Hier is het vleglook is hier los. Kijk, en dan zie je dus dat ze weer aan de onderkant het roze erin heeft. En ook hier trouwens, dit is wat donkerder haar, maar daar hebben ze ook een accent in. Ja, een beetje roze, paarse, rood. Maar dat is wel heel erg mooi in donker haar. En je ziet dan ook weer dat dat aangepast is met de lippenstift. Die is dan ook weer dezelfde kleur eigenlijk als de plukjes in de haar. En je ziet dat de ogen er echt uitknallen, hè? Omdat ze zo'n witte huid heeft en dan dat donkere haar. Heel erg gaaf. Maar mocht je zo'n lichte huid hebben, dan moet je wel rekening mee houden dat je echt wel genoeg aan make-up en dat soort dingen tijd besteedt. Want mocht je nou geen make-up dragen, dan is dit niet handig met een witte huid. Dan gaat iedereen weer vragen of je ziek bent, dan krijg je dat weer. Kijk, deze is ook heel erg gaaf. Zie je, en dat zijn dus die puntjes met die highlights erin. En dat is wel ideaal, want je ziet tegenwoordig steeds meer mensen die donker zijn, dat ze toch blond gaan omdat ze die aanzet donker houden. Dat zie je ook bij Jolante Kabau bijvoorbeeld. Bij haar zou het nooit staan als zij blond is vanaf de hoofdhuid. Maar doordat ze die aanzet donkerder heeft, en net als Maxima trouwens, dat is natuurlijk een Latijns type, dus die, ja, die moet je niet helemaal uitblonderen. Maar door die donkere aanzet kan het perfect. En dan zie je dus dat steeds meer mensen dat doen, zeker met de komst van de dip dye, gingen steeds meer mensen blond in de putten. Nou kijk, zo ziet mijn haar er altijd 's avonds uit als ik het loshaal. Echt precies zo. Dus dit is misschien ook wel leuk. Ik weet niet of jullie dit zouden durven als look om zo over straat te gaan. Want dan kunnen jullie... reageer maar even gewoon onder deze video. Ik ga het gewoon allemaal doorlezen, allemaal bekijken. Maar misschien is dit ook wel leuk voor een video. Maar ik weet niet of jullie dat durven of jullie dat te vinden. Maar dat moeten jullie mij even laten weten. Kijk, dit is wel heel extreem. Big hair. Ik vind hem wel heel cool. Als je een fotoshoot hebt of zo, vind ik het wel top. Over straat is het misschien net een beetje too much. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ook wat meer paars erin. En dan zie je ook weer de lippenstift aangepast. Hij lijkt een beetje op het kapsel van net. Alleen zit nu het paars onderin in plaats van door de lok. Hier is ook de hair chalk gebruikt. Okay, dan kan je het wat beter zien. Hij kan ook feller. Ze hebben hem nu echt een beetje als pasteltintjes gedaan. Kijk, ze staan hier ook bovenin. Zie je, dus dat is ook wel leuk. Daar kan je dus om vragen bij de kapsalon. Nou, als het gaat om de zomer is het heel belangrijk om shampoo en conditioner uit de zomerlijn te nemen. En dan het liefst natuurlijk professioneel als je daar het geld voor hebt. Die lijnen zijn speciaal gemaakt dat ze chloor en zoutresten uit het haar verwijderen. Dat is super belangrijk. Mocht je nou kort haar hebben, neem dan een petje of een hoedje of weet ik veel wat mee, zodat je kleur niet vervaagt. Mocht je nu heel lang haar hebben, dan is het heel belangrijk een elastiek mee te nemen. Doe lekker een knot, doe lekker je haar omhoog. Het wordt altijd natuurlijk een beetje nat, maar hoe droger je het houdt, hoe beter. Want als het continu in het zwembad in het chloorwater zit, ja, dat wordt er niet beter op. Let er ook even op dat je chloor niet kunt uitspoelen met alleen water. Het werkt dan door in je haar, dus je hebt echt even een beetje shampoo nodig en conditioner. Wat je kunt doen op vakantie is een masker meenemen. Dat doe ik zelf ook altijd. Die gebruik ik als conditioner. Dus ik doe hem er gewoon even in, niet te lang. Ik ga niet een kwartier zitten met dat masker. Maar dan voelt het even wat intensiever. Dat heeft het echt nodig. Je kan bij de kapsalon even vragen. Het ligt wel een beetje aan met welk merk ze werken. Maar mochten ze nou Redken hebben, net als ik bij Rombouwkappers verkoop. Dan hebben ze ook bijvoorbeeld een spray. Daar zit een zonnefactor in. Rond de factor 15 als ik het goed zeg. Die beschermt dus ook weer je kleur. Gaat een beetje de schadelijke invloeden van de zon en zo tegen. Dus die werkt ook top. En anders kun je ook altijd nog een olie gebruiken in je haar. Ik maak mijn haar vaak juist net wat vetter dan normaal gesproken. Dus lekker wat olie erin, dan een knot. En dan ga ik lekker zonnen of zwemmen of dat soort dingen. Op die manier heb ik toch het idee dat mijn haar beter gevoed blijft. En ook met uitborstelen is het niet zo geklit. Mochten jullie nou vragen hebben, dan kunnen jullie die altijd stellen. Het makkelijkste is misschien wel via Facebook. Ik zet even alles onder in beeld. Jullie kunnen me ook mailen. Ik doe mijn best om alles te beantwoorden. Mocht je nou een ideetje hebben voor een nieuwe video, ik hoor heel graag wat jullie willen zien. Dus reageer onder deze video en ik ga alles doorlezen. En dan zie ik jullie met de video's in ieder geval volgende week en anders op de social media. Bedankt voor het kijken, tot ziens, doeg!